hebben kerstkaartjes geschreven voor militairen in Afghanistan. We hebben ook gebeld met militairen uit Afghanistan. Hallo Nederland. We doen toch iets doen om het voor hun ook een beetje vrolijk kerstfeest te krijgen. Ja, dat vind ik echt wel een goed idee, maar ik kan niet zo goed knutselen. Dus ja, ik zet me erop en vast, sorry voor mijn knutsel. We zitten hier op een groot internationaal kamp. Hier in Afghanistan, in het noorden van Afghanistan. Hebben jullie kerstbomen en hoe gaan jullie kerst vieren? We hebben op het kamp heel veel kerstbomen staan. En de Nederlandse en onze Duitse vrienden die hebben in principe voor gezorgd dat hier heel veel kerstbomen staan. Dus ja, wij vieren hier kerst. Maar ook wij zitten natuurlijk een beetje met de coronamaatregelen. Dus wij kunnen niet een heel groot kerstfeest houden zoals we altijd doen in Nederland. Maar we vieren het wel in kleinere schaal. Dus mooi op 1,5 meter afstand van elkaar. En wel een soort met elkaar samen zijn. Dat willen we wel proberen te bereiken, ja. Best wel bijzonder dat ze toch nog wel iets aan kerst doen. Dat ze bijvoorbeeld een kerstboom hebben. En dat vind ik wel leuk dat ze dat alsnog wel doen. Missen jullie familie nog heel erg met kerst? Ja, absoluut. En dat is altijd als je weg bent. Dat maakt niet uit of het nou met kerst is. Als het nou in de zomer is. Of maakt niet uit welk jaargetij. Je mist je familie altijd als je weg bent. Dus ik heb zelf ook 2 kindertjes. En ja, die mis ik. En ik mis mijn vriendin. Ik mis mijn ouders, mijn broer. Absoluut. Het is wel apart om zo ver van huis te zijn als je familie in Nederland zit. Maar we kunnen net als nu, hè, gewoon videobellen, whatsappen, fotootjes versturen. Dus het gaat hartstikke goed. Dus ook kan je elkaar toch nog even zien in deze tijd. Dat kan ik me niet echt voorstellen, gewoon kerst te vieren of oud en nieuw zonder enig familie. Wel een beetje raar dat je denkt, je bent aan het bellen met iemand van een paar duizend kilometer verderop. Maar het is ook wel fijn dat je gewoon ziet dat ze binnen zitten met slingers achter zich en toch kerstbomen hebben. Dus dan denk je wel van ze zitten in ieder geval wel fijn en niet in een tentje weg te sterven van de kou. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het tijdens de kerst een staakt het vuren. Is dat dan daar ook? Ik vind het een hele slimme vraag van je. En ik kan er ook wel een beetje om lachen. Maar hier in de omgeving waar wij zitten gaat het wel gestadig aan door. We hebben er gelukkig niet heel veel last van, maar het gaat wel gewoon door, ja. Ik wist wel dat er oorlogen waren, maar niet per se dat 13 Nederlanders daar zaten. Op dit moment zijn we hier met 150 Nederlanders. Ik vind het wel goed, zodat het overal ter wereld vrede is. Want dat is gewoon heel fijn als dat zo is. Dat hun ook vrij kunnen doen wat hun willen, net zoals wij hier in Nederland. Wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt tijdens een missie in het buitenland? Ik moet even goed over nadenken, want ik vind het wel een hele goede vraag voor jou trouwens. Dus ik vind het wel een goed bedachte vraag. Nou, een mooi moment wat bijvoorbeeld is gebeurd, dat wanneer je een familie of een kindje kan helpen met wat water bijvoorbeeld. En wat hier niet heel erg veel aanwezig is. En dat zijn maar hele kleine dingetjes waar wij niet zoveel van kunnen voorstellen in Nederland. Van ja, water. Water, en weet je, dat komt gewoon bij ons uit de kraan weg. Maar dat is hier natuurlijk niet vanzelfsprekend. Maar als ik dan de glimlach zie op het kindje zijn gezicht, dat brengt dan mij wel heel veel goeds. Dus ja, dat zijn wel mooie momenten in wat we hier doen. Hebben jullie nog plannen tijdens de jaarwisseling? In principe is het gewoon, ook net als met de kerst, zit weer ook met de COVID- en coronamaatregelen. Maar hebben wij wel een soort van heel klein nieuwjaarsavondfeestje. En dan proosten wij met een blikje cola of met een blikje Fanta, proosten we met elkaar. Ja, weet je, maar er valt hier voor ons in principe ook niet heel veel te vieren, want ons werk gaat wel gewoon door. We zijn gewoon 24 uur per dag, staan wij standby, 24 uur per dag zijn we bezig. En gaan jullie nog vuurwerk afsteken? Geen vuurwerk afsteken, nee. Want als er vuurwerk afgestoken wordt, dan kunnen de mensen er wel eens een beetje van gaan schrikken hier op kamp. Dus laten we dat maar niet doen. Ik ben nu wel meer aan het nadenken geweest van, hey joh, zij zitten daar gewoon eigenlijk binnen in de tent kerst te vieren. En wij zitten hier te zeuren dat we in het huis binnen moeten zitten. Dus dan vind ik toch ook dat onze situatie met corona toch een heel stuk minder heftig aan het worden is door hun woorden eigenlijk. Gewoon dat ze zeggen van ja, zonder kerst, zonder familie, kan ik me niks meer voorstellen. Vrolijke kerst en een gelukkig jaar! Jullie ook! Tot de volgende keer!